Het 60 jaar oude kerkschip heeft geen roer en moet dus door sleepboten verhuisd worden. Een uitzonderlijke opdracht en niet vanzelfsprekend, zo blijkt. Want na meer dan 40 jaar is het schip op een zandbank verzeild. Het rek- en duwwerk van de sleepboten geeft de schippersfamilies nog even tijd om afscheid te nemen van deze vertrouwde plek. Doe niets, hè? De gezinten komen allemaal zien. Hier is eigenlijk niks te doen als dat schip zien vertrekken, maar dat doet toch zeer. Dat doet pijn eigenlijk, ja. Je er veel... We waren hier in een familie. Maar dat blijft nog zo, hè. We blijven allemaal familie, hè. Dat wel. Ik kan er dus te vertellen dat we in 1955 dat we erop getrouwd zijn. Lang geleden, hè? We zijn hier in 1969 zijn we hier toegekomen. En dat was hier helemaal niks. Grote woestijnvlakte, zand, wat konijnen, wat verzanten. Maar dat was, en je ziet wat het nu geworden is, meer de uitbreiding van de haven. Dus nu gaan we naar de vijfde nieuwe lichtplaats, terug naar het centrum van de stad. Rond 9:30 trekken de sleepboten het schip uiteindelijk los. Het gevaarte krijgt een nieuwe plek in het houtdok. Dat maakt het kerkschip beter toegankelijk, ook voor het grote publiek. Het is korter bij voor ons nu, oké. Okay. Het is korter bij, hè. Het houtdok is veel korter bij natuurlijk, hè. Wellicht zal er ook wat meer in de belangstelling liggen, hè. Het kerkschip biedt naast een thuishaven voor de schippers ook nog heel wat andere dingen. Er is een feestzaal aan boord, er is een museum aan boord, er is een kleine kapel, een grote kapel. Dus voor elks echt wat wils en voor elks echt al wat te ontdekken. Voor de grote schippersfamilie voelt de verhuis een beetje als afscheid nemen. Maar intussen kunnen ze zo het kerkschip weer opwandelen, weliswaar in het houtdok aan de Mexicobruggen.